Het leenstelsel is op sterven na dood. 3 van de 4 formerende partijen willen er vanaf. Een imagoprobleem is het fataal geworden. Imagoprobleem, want studenten vinden het leenstelsel vreselijk. De bijbehorende studieschuld zorgt voor stress en onzekerheid. Bijvoorbeeld over later. Dan kun je nog wel een hypotheek krijgen. En wat betekent die schuld voor je financiële toekomst? Niet veel goed zeker. Maar is dat wel zo? Kijk eens naar de startpositie van hbo'ers en universitair gescholden op de arbeidsmarkt. Gemiddeld verdienen zij ongeveer tussen de 32.000 en 39.000 euro per jaar. Modaal dus vanaf het begin van je carrière. Dit zijn de gemiddelde inkomens na 10 jaar werken. Voor iemand met een universitair diploma meer dan 70.000 euro. Voor hbo'ers meer dan 50.000 euro per jaar. En natuurlijk, dit zijn gemiddelde. Er zijn altijd uitzonderingen. Mensen die heel veel verdienen, of mensen die dat juist niet is gelukt. Hè. Een tandarts of een luchtvaartspecialist verdient vele malen meer dan een archeoloog of een danser. Maar komen afgestudeerden met een lager inkomen dan in moeilijkheden? Nou, volgens cijfers van DUO zijn er rond de 300.000 mensen met een verlaagd maandbedrag. Het zijn overigens niet per se mensen die in financiële problemen zitten. Dit zijn mensen die na een zogeheten draagkrachttoets maandelijks minder geld hoeven af te lossen. En dat gebeurt automatisch, op basis van inkomensgegevens van de Belastingdienst. Het is dus wel aannemelijk dat deze groep aan de onderkant zit qua inkomen. Maar zij worden dus geholpen. In het uiterste geval zelfs, als er na 30 jaar nog wat schuld openstaat en aan alle andere voorwaarden is voldaan, met kwijtschelding. Maar in verre de meeste gevallen loont doorstuderen dus enorm. Een diploma biedt de beste kansen op een goed salaris, op baanzekerheid en in het algemeen ook op betere banen. Afgestudeerden hebben vaker een leidinggevende functie bijvoorbeeld. Financiële toekomst dus, waarin je best een paar honderd euro per maand kan aflossen. En heel misschien beseffen studenten dat ook wel. Na de invoering van het leenstelsel is onderzocht wat het effect is van de afschaffing van de basisbeurs. Heeft het CPB gedaan. Nou, hun conclusie, dat effect is er nauwelijks. Het percentage HAVO- en VWO-leerlingen dat doorstudeert is nog even hoog als voor de invoering van het leenstelsel. Ongeacht het inkomen van de ouders. Dus kinderen van de minst verdienende groep, dat is hier groep 1, gaan nog even vaak naar hbo of universiteit als voorheen. En ook op andere terreinen vonden onderzoekers eigenlijk geen effecten. Studenten hebben niet vaker een bijbaan. Ze werken ook niet meer uren. Ze kiezen dezelfde soort studies. En ze vallen niet vaker uit. Dus, het leenstelsel schrikt niet af. Afgestudeerden hebben de hoogste inkomens. En de meesten hebben geen moeite met het terugbetalen van hun studieschuld. Een imagoprobleem dus. Want hoe sympathiek het ook lijkt om te voorkomen dat er een hele grote schuld terechtkomt bij een student met weinig geld nu, die schuld, momenteel overigens 0% rente, is in werkelijkheid van tandartsen, notarissen, werktuigbouwkundigen, ICT'ers, makelaars. Waarom moet de belastingbetaler bijdragen aan het financiële succes van de best verdienende mensen in Nederland? Die vraag ligt op de formatietafel als er een alternatief wordt bedacht voor dat vreselijke leenstelsel. Vond je dit een interessante video? Download dan de app van RTL Nieuws, want daarin vind je nog veel meer interessante video's.